Hoi boys, mijn naam is Cassiop en welkom terug bij een nieuwe video. Het is vandaag Halloween en op Halloween doe ik altijd speciale shit. Zoals jullie wel weten neem ik heel vaak horror games op. Oh shit jong! Waar hebben we? Oh shit! Om bewegen. Oh shit! Nou, zo de meter toch op man, jou zag ik niet aankomen. Maar omdat het nu precies vandaag Halloween is, dacht ik om iets specialere shit te gaan doen. En geloof me, het gaat fucking epic worden. Ik ga niet zomaar een horror game spelen. Ik ga een motherfucking horrorspel spelen op zo'n epic VR headset. Voor mensen die niet zouden weten wat dit is zo'n virtual reality headset. En als je die opzet, dan zit je precies in de game. Dus hoe fucking eng gaat dat zijn om hier een horror game op te spelen? Ik hoop serieus dat ik dit overleef. Oké, ik ga het maar eens aandoen zeker. Alright. Shit, waar is mijn controller nu? Wat jullie dus nu op het scherm zien is niet precies helemaal hetzelfde wat ik zie, want jullie zien nog steeds een gewoon scherm en ik zie dit in echt virtual reality. Ik heb zelfs nu totaal geen idee of ik naar de camera kijk of niet. Alright, het spel gaat meteen starten. Oké, dus voor mensen die niet zouden kunnen volgen, als ik mijn hoofd ronddraai in het echt, dan draai ik ook rond in de game. Holy shit! Een wijf voor mij. Nice. Kan ik die tet aanraken? Nee, net niet. Shit. Mijn koptelefoon is nu fucking... Oh my god, je staat dicht bij mij. Zo is normaal. Mijn koptelefoon staat fucking luid. Ik hoor amper wat ik aan het zeggen ben. Dit ziet er echt uit. Wow. Bye bye. Dag. Oké, ik zit in een trein. Ik snap niet echt wat er aan het gebeuren is in het spel. Kan ik bewegen? Oh, ik kan bewegen. Nice. Wat moet ik doen? Ik heb geen idee wat ik moet doen. Dit is een fucking enge trein. Oh, lichting aan uit. Ik zweer het. Dit is echt... Oh! Shit, joh! Ik zweer het, dude, maar dit is fucking realistisch. Je zit echt erin. Dat was fucking eng. En ik weet dat het er heel belachelijk op het scherm uitziet, omdat je denkt dat dat niet eng is, maar beeld u in mijn plaats met deze headset op en dat is fucking eng. Deze shit is echt epic. Oké, we kunnen terug verder. Hij moet je hebben. Wie moet ik hebben? Moet ik opschieten? Moet ik opschieten? Moet ik mijn trein halen? Wat moet ik doen? Oh my god, dat is precies Antwerpen Centraal of zo. Daar typt iemand iets. Ga, zou ik kijken wat... Ik durf niet te openen. What the fuck, waar gaat hier gebeuren? Hallo? Ik hoorde net iemand typen, hier zit iemand in de kamer hoor! Waar zijt je man? Hallo? Oh, iemand. Man, zeg je met Samson zo? Sinds wanneer ben jij weer in de stad? Wanneer ik in de stad ben? I don't know, ik ben nu in de stad, bij jou. Nou, je bent, moeten we wat afspreken. Ja, hou je bek man, tief op man. Ga een beetje patat eten of zo. Dat is dan wij weer, hallo! Hey, gaan we nog een tweede date doen? Hey, blijf, kom toch eens terug man! Hey, wifi! Ik ga die sowieso moeten volgen, anders was hij daar niet. Dat is zo typisch. Dat is zo typisch aan wijven. Ze lopen weg en je moet er altijd achteraan. Ja. En dan verdwijnen ze. Tuurlijk. En nu moet ik weer helemaal alleen deze trap afgaan. Holy shit, het voelt echt als een echte trap. Alleen blijf ik dik, want ik ben niet aan het bewegen. Oh, los er achter mij. Dus normaal. Hey. Weer een bel. Ja, ik moet opnemen. Daar is die Hollander weer gebeld. Waar zit je? Waar is de telefoon? Waarom ben je teruggekomen? Weet je toch niet, man. Hou je bek, man. Kunnen jullie het weer proberen samen? Ik hoor iemand lopen. Is iemand bij? Hou je bek, Nederlander! Ik hoor iemand lopen! Daar is de wijf weer! Eindelijk, man! Ik heb lang naar u moeten zoeken. Hey, met die dikke reet, de wandelstrijder, ik je kan volgen. Kijk, nou verdwijnt hij weer. Bitches ain't loyal! Ja, daar is die Hollander weer, die belt, joh! Hey, hou uw tering bek! Wat? Ja, hou uw tering bek, zei ik. Wat is dat geluid? Dat klonk niet meer menselijk. Ik begin me een beetje zorgen te maken. Waarom kan ik niet meer lopen? En waarom is hier een afgrond? Dude! Fucked up! Fucked up! Ah! What the fuck, yo! What the fuck? Dude! Yo! Mama! Ik heb een beetje mijn broek gekakt, denk ik! Wat is die? Blijf! Oh, daar zit hem daarboven! Ja, fucked up! Mayday, stoel, ga aan de kant! Maar deze headset is niet meer gezond bij horror games, ik zweer het u! Doe normaal! Doe normaal! Ja, dat is niet meer, pik je fucked up! Ja, het is goed, joh! Ah, ik hoor dat beest weer. Oh shit, daar is ze weer! Moet ik lopen van mijn doen? Ah nee, dat beest pakt mij niet! Hey, fucker! Ja, wat is er, man? Beetje de macho uithangen! Beetje de macho uithangen, man! Zal wel zijn, joh! Hé, je hebt bang van mij, hè? Maar die doet niks! Oh! Ja, dat is goed, joh! Wat is er aan het gebeuren in dat spel? Ik snap er geen reden meer van. Kijk, hier toch nergens meer naartoe? Ah, langs hier. Doe normaal, joh! Fucked up! Vind je dat normaal of wat? Doe normaal! Wow, shit, joh! Ik ben aan mijn broek gepist. Dat is echt niet meer gezond.
Ah, doe dat maar! Oh, dat is niet meer grappig. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! Ga weg, je vieze beesten. Ah, ik hoor die nog ergens aan. Oh shit, dit is echt te eng. Dit is next level horror. Dit is echt de fucking toekomst van horror. Je zit hier echt in, joh. Dit is een nachtmerrie. Dit is een fucking nachtmerrie. Ik ben hier weg. Ik tril helemaal. Oh shit. Oh ja, doe het maar normaal. Doe maar normaal. We gaan wel door. We gaan door. Loop, jong! Kutzooi! Ik moet mijn nek laten. Oh my god, en nu ben ik hier beland. Weet je wel, ik ga even hierbij stoppen. Even, ik moet even een pauze nemen. Holy shit, mensen, dit is echt next level shit. What the fuck. Als jullie het verder willen zien, laat dan zeker vast een like achter hier beneden. Bij genoeg likes maak ik hier een tweede aflevering van. Zo snel mogelijk. Want deze shit is fucked up. Ik weet eigenlijk het niet uitzien met mijn teringkapsel en mijn omgestreken hemd. Maar dat is ook wel, allee, het is Halloween, dus het past ofzo. Oh my god, ik ben nog nooit zo bang geweest van een horrorspel, ik zweer het, je zit hier echt in. I wish you all a great Halloween, en nu zie ik gelijk dat monster uit met die stengels met mijn haren. Maar I wish you all a great Halloween. Do not try this at home. Be safe, kids. I love you. Laat een like achter als je hier meer van wilt zien. En ja, tot de volgende.